Natuurlijk hopen we dat we hier niet betrapt worden, want ja, de VOG supposten staan bekend dat ze hun mannetje behoorlijk kunnen gaan staan eventueel. En wat dat betreft zitten we hier natuurlijk met een brokje spanning. We zitten in de auto bij Wouter. Wouter, natuurlijk bekend van de social media van DVS 33. En ja, zaterdag natuurlijk de derby. VVOG tegen DVS 33. Voorwaar, heel spannend. Langzaam maar zeker begin ik dat ook wel een beetje te merken. Nou, dit seizoen, dat weten we nog. Natuurlijk die vrije trap van Moro, Soufiane Moro. Iedereen was in verwarring en die bal die vloog er zomaar in. En DVS won met 1-0. En we rijden nu langzaam maar zeker richting Strokel. En daar gaan we kijken wat de training van VVOG, van die groene, wat dat met zich meebrengt. Of dat ze bussen parkeren. Of wat gaan ze doen? Gaan ze vol op de aanval? Gaan ze als vrienden met elkaar heel compact spelen om het DVS zo moeilijk mogelijk te maken? Want ja, ze staan hopeloos onderaan. Maar moeten echt alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen. En dat willen ze wel, hoor, die jongens. Het zijn wel vechters, maar ja, of ze het redden, ik weet het niet. We staan hier bij het hek, bij Strokel natuurlijk, VVOG. En ik kijk door het hek, waar zijn ze mee bezig? Ik zie daar natuurlijk Paul Epping. Hij staat daar in het doel. Jongens die zijn elkaar vanaf dichtbij aan het bestoken. Ja, Paul heeft tot nog toe aardig wat ballen te pakken gehad. Meer dan zeg maar de afgelopen 3 wedstrijden. Toen kreeg hij er 14 om zijn oren. Het is niet te geloven. Ik zie daar een kluit. Spelers met een bepaalde oefening ook allemaal heel dicht bij elkaar. Je ziet nu al dat ze heel compact gaan staan, heel dicht bij elkaar. Ja, de groep is behoorlijk fanatiek bezig. Veel beweging zie ik daar, maar ik zie nog meer beweging. Jongens, we moeten maken. Kom op, dit gaat niet goed. Zijn we terug? Snel, snel. Dat was even schrikken. Zeg, je merkt wel dat ze goed beducht zijn, hoor. Dat ze er bovenop zitten en dat ze denken van, als ze maar niet gaan spioneren van DVS. Zaterdag dus, hè. Zaterdag 2:30, hè. VVOG, DVS komen met z'n allen. Yes.